Maar hoe kijk je terug op afgelopen vrijdag? Met een slecht gevoel. Ik denk dat we een hele matige wedstrijd spelen. Knullig doelpunten weggeven. Dus op zich een heel slecht gevoel. Hoe hebben jullie als team gereflecteerd op ADO uit? We hebben de beelden teruggekeken, wat er mis ging. En dat hebben we besproken samen en daarop proberen te trainen en dat goed te krijgen. Ja, laatste maand voor de winterstop, december. 3 potjes tegen Roda, Emmen en Excelsior. Wat verwacht je ervan? 3 lastige potjes, goede tegenstanders. Ik denk dat wij in een fase zitten dat we moeten vechten voor elkaar. En tegen dit soort tegenstanders moet dat wel om ons uit deze situatie te krijgen. Vrijdag te beginnen bij Roda JC thuis. Ja. Waar liggen dan de kansen voor een overwinning? Ik denk dat als wij gewoon opportunistisch spelen, vechten voor elkaar, vuile meters voor elkaar lopen, wat ik zeg, vechten, dat het moet lukken als we een goede dag hebben. Ja, afgelopen vrijdag lukte dat dan niet. Ja. Waar ligt dat dan aan? Ja, geen idee. Ik denk dan toch een beetje de vechtlust, toch het vechten voor elkaar. Als iemand een foutje maakt, de meters lopen voor iemand anders. Ik denk dat het grootste verschil was met bijvoorbeeld een wedstrijd tegen NAC bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je ervoor zorgen, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat vrijdag dan wel alles op scherp staat? Ja, ik denk beginnen uiteindelijk met een goede week trainen. Met op het veld al trainen natuurlijk en elkaar motiveren. Ten slotte, je hebt maandag onze Instagram-account overgenomen. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, goed. Ik was wel even wennen. Ik ben niet gewend, maar ik denk dat het op zich wel goed ging. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Dankjewel. Alsjeblieft.